Mijn trouwe fan al jarenlang. Hij kijkt iedere video en ik denk, nou gaat de video over. Ja! Goedenavond allemaal. Welkom bij Extreme Rise. En we zijn vandaag bij de Halloween Friday Night hier 2023 in Walibi Holland. Mijn naam is Eddie de Clown. We zijn vandaag in wat nieuwe dingen hier. Onder andere mijn nieuwe, nogal episch aangepaste Scarezone Festival of Freaks. Blijf dus vooral helemaal hier een beetje hangen om te zien wat wij allemaal voor entertainment in huis hebben. En ik beloof je, dat zal zeker niet teleurstellen. Dus kom maar kijken en de groeten van Ruben alvast. Want die zit ook nog in dit filmpje. Ja, normaal begin ik met een praatje van hey hallo, welkom weer bij een nieuwe video, bladibladibla, we zijn bij Walibi. Nou, we zijn wel bij Walibi, maar we staan nog steeds op de parkeerplaats zoals jullie zien. De beste jongen van de parkeerplaats die zegt je moet hier parkeren, je weet hoe het gaat, je wordt je aangewezen. Nou ja, voordat ik erop reken me wel vast, het is hartstikke drassig hier, het is helemaal vol met water, kijk maar. Het is echt, ja, je bedenkt het niet dit hoor. Ga je zo'n zware bus, ga je hier neerzetten, we zien. Nou ja, in elk geval, ze komen me dadelijk even eruit trekken met een wagentje. Dan mogen we wel gelukkig vooraan parkeren bij de ingang. Maar ik ben er niet helemaal blij mee. Jullie hebben de laatste keer kunnen zien in een andere video hoe vaak ik aangesproken word tijdens een video maken. Ik ga dat vandaag erin laten. Normaal knip ik dat er altijd uit. Je hebt altijd van die gasten die altijd in beeld zijn. Hey, dit, hey, dat. Dat zal ik er wel blijven uitknippen. Ruben, mag ik op de foto? Maar ik heb de laatste keer ook gemerkt. Ja, zeker hier in Walibi wordt het nog extremer dan de laatste keer. Ja, je komt gewoon niet door. Ik kan door die scare zones niet een normale video maken zonder dat je geroepen wordt. Hey Koetlijf, hey Ruben, hey Extreme Reis, mag ik op de foto? Bladibladibla. Dat vind ik een beetje jammer, want ik ben van origine natuurlijk gewoon pretparkfanaat, kermisfanaat, zwembadfanaat. Ik vind het leuk dat mensen met me op de foto willen. Ik voel me heel vereerd. Nou ja, na al die jaren eigenlijk ook niet meer. Maar ja, weet je, ik snap dat als je naar me kijkt. Hey, dat snap ik allemaal. Maar als daarmee mijn eigen video's een beetje verpest worden. Dat vind ik een beetje jammer. Ondertussen zie ik daar de sleepwagen. Patty, wil jij die? Ja, dat is hem denk ik. Wil je daar naartoe rennen? Ja, natuurlijk. Patty is er dus ook bij. Die rent de L even heen. Als jij even zwaait. Kijk, achterin, dat is volgens mij de sleepwagen. Want ik had even naar voren gebeld, viel trek me er alsjeblieft uit. Dus dat doen ze ook wel. Alleen, ja, dit kost wel tijd. En ja, zoals net gezegd, ik kom heel moeilijk door Walibi heen. Walibi is echt een epicentrum. Heel veel van jullie... die mijn video's kijken, die komen ook in Walibi. Niet alleen van dit kanaal Extreme, maar ook van Koetlijf dus. Maar ook van mijn vuurwerkkanaal. Het is dadelijk hartstikke druk. De redding! Hoop je? Ja, daar ga ik vanuit, jong. Hij is eruit hoor. Nou, snel naar voren en snel een park in, want dit heeft genoeg tijd gekost. Zo, de echte parkeerplaats. Kijk, dat is een stuk beter. Opgelost, kunnen we eindelijk gaan beginnen. Welkom bij de koning van de Halloween, oftewel Walibi Holland. Wat ze hier neergezet hebben, is nog nergens geëvenaard. Wat een geweldig feest is het hier toch altijd in de polder. Voor dit jaar hebben ze een aantal nieuwe dingen. Twee spookhuizen die nieuw zijn. Twee tijdelijke spookhuizen. Want op die plek wordt volgend jaar een nieuwe achtbaan gebouwd. Dus dat is maar eenmalig. Voor de rest hebben we natuurlijk heel veel oude bekenden. Zo Psycho Shock en de villa. Maar de villa is trouwens wel aangepast. Ik me laat vertellen. Die gaan we daar natuurlijk ook gewoon doen. Patty die staat te wachten. Die heeft heel erg veel zin. Nou, die denkt van houd je kop, ga dan maar gewoon naar binnen. Haal die kaartjes, stempen. Ja, dat bedoel ik. Het heeft al lang genoeg geduurd. Je hebt groot gelijk. We gaan beginnen. Ieder jaar hebben ze een subtitel voor de Halloween Friday Nights. En dit jaar is het Symphony of Scream. Om een nieuw gebied te bereiken, moeten we door de jungle. Hey, we zitten hier eigenlijk tussen de Rio Grande en de Express in. En hier rijdt Express. En dit lijkt de Efteling wel, hè zo. Vind je niet? Inderdaad. De schutteling. En schutteling. Ja, dat zeggen ze iedere keer. Schutteling, dat vond ik wel grappig. Hey, ja, voor de mensen die het dus totaal gemist hebben, hier komt dadelijk dus de nieuwe achtbaan staan in 2024-2025, die monorail achtbaan. Weet je, daar kunnen we het heel lang over hebben, heel veel van die fans hebben er ook heel lang over. Ik heb zoiets gezien van tegen die tijd als het open gaat, want we hebben er geen invloed op, we zien wel als het klaar is en dan gaan we ons oordeel erover vellen. We gaan nu wel ons oordeel vellen over de sleigh ride, die gaan we nu doen. Sterker nog, de final sleigh ride. Dit was de voormalige Haunted Holidays, Haunted Holidays 1 en 2, hetzelfde gebouw. Maar dat gebouw gaan ze afbreken vanwege dus de nieuwe achtbaan. Dus we kunnen hem één keer doen. Hij is van binnen dus wel iets veranderd ten opzichte van de Haunted Holidays 2, dus ik ben benieuwd. Heb je er zin in? Ja, ontzettend. Mooi. Nou al. Wat ben je erg. Stout geweest? Nee.
Ja, ben je het niet genauw? Nee, je mag eerlijk zijn hoor, dat is hulpje ons van de alleen stoute mensen mogen naar binnen. Dan ben ik wel stout. Stout geweest? Ja, tuurlijk. Ben je ook een stoute meid? Ik ga niet naar binnen. Ik ga niet naar binnen. Ik kan ons komen. Geen stoute meid. Ik wou zeggen als je mee moet komen. Ja, dank je. Vroeger mocht ik nog filmen in de spookhuizen in Walibi, maar die tijd is ook voorbij mensen, helaas. Dus je kan niet binnen filmen, maar ik zal na de hand natuurlijk wel even vertellen hoe het was. Heel veel plezier, hè? Ja, kom lopen dan. Lange scheiders. I wish you a Merry Christmas, I wish you... Ik ben helemaal in de kerstsfeer, mensen. Ja, leuk spookhuis, moet ik zeggen. In plaats van Haunted Holidays verschillende feesten hebben ze nu alleen maar kerst gedaan. Heel slim, want alle kerstversiering kunnen ze dadelijk gebruiken met de Bright Nights. Gerecycled, zeg maar, dit hier. Nog meer ervan? Ja, ik vond hem wel goed. Filmen ze donkere stukken en dan onverwachts er een keer licht met Santa Claus voor je neus. Maar, ja, die zag je wel drie keer. Drie keer zag je de kerstman. Wat ik wel goed vond is dat ze dus in groepen niet meteen de eerste lieten schrikken, maar halverwege de groep. Vond ik heel goed. Heel veel goede effecten erin. Met rook, maar ook met luikjes laten vallen en dat soort zaken. Dus allemaal al vond ik het een heel mooi spookhuis en ook de versiering. Je ziet natuurlijk wel stukken, maar houdt het Holidays terug. Bijvoorbeeld die tafel, die eettafel, daar moet je omheen lopen. Maar die kerstverlichting, die tunnel die ze gemaakt hebben, vond ik erg mooi. Ja, ik vond het een leuk huisje dit. We zijn aan de andere kant gekomen en aan deze kant gaan we weg. Daar komt op, hier de Goliath ligt. En wij hier deze backstage pad richting de... richting station gaan van Goliath. Ja, even snel. Kijk, daar is het station van Goliath. Nou, hier tussen de speedzone. Daar richting de Space Shot. Daar was vroeger ook altijd de scare zone, maar volgens mij is daar dit jaar niets. Eerder zat daar Game Over. En de Enterprise was elk jaar prachtig met die lasers erop. Maar ik zie nu niet staan hier, dus ik ben benieuwd. We gaan er even kijken. Inderdaad, wat ik al dacht, hier is geen scare zone meer. Nieuwe character aangenomen. Patty, wat een verschrikking ben je. Ja, wel op blijven letten. Nee, jij bent niet de YouTuber. Nee. Nee, helemaal niet. Hey, dat is Bugs Bunny, zie je dat? Ja, what's up, Daak? Ken je Bugs Bunny niet? What's up, Daak? What's up, Daak? Nee, hij heet meneer Waffles. Ah, wat lief. Mag ik hem aaien? Ja. Hij bijt. Wil jij hem ook aaien? Klaar! Niet doen, meneer Waffles! Doet hij normaal nooit. Oh nee. Nee. Klaar voor? Ja. Hoplakee! Hij heeft niet goed gelet, hè? Ja, schrik echt helemaal nergens van, hè? Nee. Helemaal niks? Nee. Staat op het hoekje, je kijkt niet eens. Moet even kom eraf nemen. Ja, nee. Nee, ja, ik heb niet zo... Nee, nooit eigenlijk dat ik echt schrik. Maar moet ik wel zeggen, kijk, dit spookhuis doe ik eigenlijk elk jaar. Ik weet ook wel een beetje waar de scare actors zitten, maar ook in nieuwe spookhuizen. Ja, zoals gezegd, vroeger mocht ik nog filmen. En hier in het spookhuis heb ik ook vroeger gefilmd. Ik vind het meer lachwekkend dan dat ik er echt erg bang voor ben. Maar dat komt ook omdat je weet dat het allemaal nep is. Maar wat vond je van het spookhuis zelf? Ah, het is voor mij de eerste keer en ik blijf zeggen, het is wel dat ik achter je aan kan ruiken. Maar het nadeel is van deze, als je op het hoekje komt en de acteur doet niks, maar je weet ook niet, gaat hij nog iets doen of niet? En op het moment dat je dan zo'n stukje van de hoorn vandaan komt, dan komt hij. Dat vind ik goed. Ik vind het goed dat ze echt wachten. Ze wachten echt. Dus dan denk je, gaat hij nog iets doen of niet? En dan loopt hij voorbij en dan... Ja, en ook het laatste stuk dat je zeg maar door de gevangenis heen loopt. Ja, dan moet je er langs lopen en dan zie je de keer gewoon wie ga je pakken en wie niet uit de groep. Ja, jou niet dus. Ja, niet vaak. Hey, dat is Ruben! Maar even luisteren, voor de volgende keer wil je dan doorlopen in plaats van dat je midden in de gang stil blijft staan? Hou ik niet zo van. Kan ik niet omzetten. Ja, maar ik ben doodsbang. Die groep voor mij, die gaan niet zo snel, dat blijft liever even wachten. Dat ik ook wel scare actors heb. Ik schrik dan wel niet, maar ik ben wel benieuwd hoe die mensen dat doen. Ja, je moet toch niet van spoken, je wilt toch alles zien? En trouwens, dat hebben ze nu dit jaar niet gedaan. Hé, hey, Ricardo is hier ook, hè? Hoi. Heb jij hem gedaan dit jaar al? Ja, ik heb hem al gedaan. Want bij die stoel, zeg maar, iemand oplicht, normaal zit er iemand in die kon naar voren rennen. Dat was dit jaar niet. Dat nee, dit was weggehaald. Ja, soms is dat, hè? Ja, daar bleef ik dus wachten. Ik zeg tegen Petty niet even wachten. Dat is allemaal al een soort pop gemaakt, maar... Ja, die man die staat de hele tijd hetzelfde beweging te maken, er is niks aan eigenlijk.
Nee. Ja, eerder wel, maar die zou erop vonden. Ja, dat nu niet meer, dat is jammer. Daar zie je nog wel eens, was ik me geschrokken, want dat verwacht je eigenlijk. Ja, je verwacht het omdat je weet, maar als je het niet weet, dan schrik je je dood. Dat kan ik je wel vertellen. Nou, even de eerste keer dat ik deze deed, was het toch van, oh ja, die dag heeft Helsing, maar van, oh ja, dat is toch een persoon. Dus dit is toch een twijfel. Persoon, geen persoon, en dan is het toch wel een persoon. Ja. Dus ik vind het wel jammer dat ze die scène eraan gehaald hebben. Dus we hadden die terug erin zitten. Ja. Nog een paar minuutjes en dan is het 6 uur en dan was de hel hier echt los. Ghostly Graveyard is een nieuw scare zone. Hè? Ik doe deze zone even tijdens het licht en zometeen tijdens het donker. Maar tijdens het licht kunnen we goed even de kostuums bekijken van de actors. Hello my friends, it is now 6 p.m. This means that the Halloween Fright Nights have begun. Welcome to the Symphony of Screams. Heel mooi. Echt net alsof ze uit een graf gestapt is. Sprekend. Ik hou het wel kort hier, want op een stukje park is wel heel erg druk. Een beetje ingewikkeld te zijn, hoor. Het zijn geen echte zerken, zo te zien. Ze hebben die zelf gemaakt. Het zou wel zijn als je echte grassteen hiervoor zou gebruiken. En dit zijn de engste scherktes van heel Walibi. Het is vermoeiend echt om de hele dag zo te gaan lopen. Er is ook nog een hele grote zone, hier hebben ze ook nog graden. Maar hier houdt de zone toch echt op. We gaan weer naar het spookhuis toe. Ook hier was vorig jaar dus nog een scare zone. Die is er nog wel, maar die hebben ze verplaatst verderop omdat hier wat krapjes is al die jaren. We kwamen hier heel veel opstoppingen. Dus ze hebben zeg maar achter dat bord hebben ze de scare zone gemaakt. En daar is ook de ingang van de villa en daarna waren we onderweg. Zo, jij komt auditie doen. Met je persoonlijke cameraman al bij je, zie ik. Ja. Heb je wat voorbereid? Nee. Nee. Je gaat improviseren. Nou? Ja. Ik weet niet of het heel goed voor je gaat uitpakken. Nee, ja. Zullen we zien? En ga je een solo auditie doen? Gaat hij ook mee? Hij gaat ook mee. Ik ook mee, ja zeker. Ja. Heb jij wel iets voorbereid? Ja. Hij wel. Oh. Hij heeft iets voorbereid, dat mag je even laten zien. Nou. Tadaa! Je goed? Wat een amateur. Zeer, zeer teleurstellend. Ja, dat is ook heel populair, amateur. Ik zou binnen even iets beter je best gaan doen. Want onze regisseur heeft niet zo'n hele beste dag. Nee. En je wilt natuurlijk niet in de eerste scène al overlijden, hè? Nee, nee, zeker niet. Kijk of jij wel verder komt te zijn. Ik ga mijn best doen. Ook niet overtuigend. Pittig dametje hoor. Nou, tot goed in de rol. Strek was ze wel. Ja, ik hou niet van strenge rouwen, dominante rouwen. Ach. Ja, goed! Ja, je bent goed! Je bent goed! Je bent goed! Je bent goed! Mag ik met jou op de foto, Ruben? Zie, ik ben gewoon veel te goed. Ik moet eigenlijk gewoon mee zitten. Ja, zeker. Dus dan kom ik dus nooit aan mijn vlog. Hè. Nou, even lachen. Ja, ik vond hem echt goed. Ja? Ja, heel veel scènes herkende ik wel. Ook heel veel schrikmomenten, maar ik ben blij dat jij het. Dat ze jou hadden. Ja, als ze mij hadden, ja, ik haalde alles voor je weg. Welke scènes heb jij gezien? Scream, die kan ik herinneren. Die kwam ik uit het raam en terwijl ik in de keuken liep. Chucky, maar alleen een kleine pop. Ja? Deze was echt goed. Deze was echt goed. Ja. Deze was het eigenlijk al slecht, hè? Maar jij zei, dat is die film. Oh, en dat is die film dat ik zoiets had, maar ik ken heel die film niet. Klopt, ik heb ook niet alle films gezien, maar Pennywise, een heel bekend figuur. Dat hebben we ook nog gezien. Ja, klopt. Dan hebben we natuurlijk Nightmare on Elm Street, dat was Freddy Krueger. Michael Myers hebben we gezien. De Ring hebben we gezien, geloof ik. Het meisje met die lange haar, helemaal in de eerste kamer. De Exorcist.
Ja, en ja. Ook gezien de meisje op dat bed. Ja. Dus er zijn gewoon verschillende scènes uit films. En ik vind het iedere scène mooi gemaakt. Chucky viel me eerder gezegd een beetje tegen. Want normaal hier buiten liep Chucky door de waslijn. Hij had zo'n heel klein mannetje in een Chucky pak die Chucky speelde. Dat is nu gewoon een pop geworden. Die deed inderdaad niets. De kamer was al verder mooi aangekleed. Zag er goed uit. Alleen jammer dat er geen kerk erin zat. Ja, verder moet ik ook even nadenken. Want er werd gezegd dat de non erin zou zitten. Maar mooi gezien. Ja, de non zegt de ring is eruit en de non is erin, maar de ring zit voor mij nog gewoon in de eerste ruimte. De meisje komt de tast uit. Dat is voor mij nog steeds de ring in de staat. Er zit er wel iemand, maar ja, de non heb ik niet gezien. Misschien of die gemist heb. Oh jee, dan ga ik je pakken. Zo. Dit is Abeltje. Een auditie. Ja. Ja, je mag er terugkomen. Ja, zeker. Weet je dat zeker? Ja, ik ben nog niet dood. Het volgende deel wordt bloederig. Ja, ja oké. Okay. Ben benieuwd. Deel 2. Ja, dat was Abeltje. Kennen we allemaal natuurlijk wel van Roda. Ik vind het een van de betere spoken uit dit. We zijn natuurlijk begonnen met de Slayer Ride. Nou, vergeleken met Psycho Shock is Psycho Shock al beter. Deze vind ik al beter dan Psycho Shock. En dadelijk gaan we naar Jefferson Manor. En dat wordt de beste. Dat wordt de beste. Maar tussendoor gaan we nog even Urbexen. Naar de Urbex Explorium gebeuren. Maar dat is meer een museum voor de freaks, voor de theme park freaks. Maar al met al, ik geniet toch elk jaar van dit spoken. Zoals jullie zien is het goed donker geworden. De zoon heet wel gewoon nog ouderwets Nightmare. De reden dat ze het hier naartoe verplaatst hebben is dat de acteurs iets meer ruimte hebben om te spelen. Wat een lieve teddybeer is het, hè? Zou je niet zo knuffelen? Wat een poppetje, hè? Ze gebruiken net als afgelopen jaren dezelfde decorstukken. En dezelfde actors, zoals hier Pinocchio, die af en toe naar voren kon springen. Volgens mij is dit decorstuk wel nieuw, dat heb ik de laatste keer niet gezien. En wat wel jammer is, hier was er vorig jaar wel... Hier was er vorig jaar wel dat je er overheen vloog, die acteur. Je stond daar tussen als een soort vee of een heks. Je kon van de ene naar de andere kant, maar die is er niet meer, jammer. Ze hebben hier dan misschien wel meer ruimte, maar het is wel jammer, deze dozen, die twee, er zitten altijd medewerkers in. Die stonden eerder vlak langs het pad en mensen schrokken er echt door, maar nu staan ze een beetje naar achteren. Je ziet ook alle volk loopt daar, dus al zouden er mensen in zitten en naar buiten komen, dan schrik je daar niet echt van. Er zijn nu gewoon leeg, er zit niemand in die andere ook niet. Een beetje jammer, want deze moet je toch meer bij het pad zetten naar mijn idee. Met ja, wacht even, even beeld aanmaken. Dat is wel vet, jammer dat ik er even geen tijd voor heb, maar dat is de express en dan hebben ze stroboscoop gezet tijdens dat je rijdt. Dat is wel lachen. Maar ja, zoals gezegd, we hebben geen tijd voor, we moeten al die spookhuizen doen. We zijn weer terug bij de Final Slayer Ride waar we net dus ook waren en de Urban Explorer, die gaan we nu doen. Als je denkt, ziet eruit als een magazijn. Ja, het klopt, het is ook een oud magazijn. Het is de oude groendienst, blijkbaar. Kijk maar, daar ligt ook al die rossen hier. Maar het leuke aan dit spookhuis is dat er allemaal spullen moest je instaan van vroeger van het park. Dus van de WAP toen de tijd, met Skunk, met Waderby, de Cargo. Maar ook uit het Flevolhof moeten er nog wat spullen van staan. De Pongo moeten er wat spullen van staan, dus ik ben erg benieuwd daarnaar. Ja, die spookjes, daar kijken we ook nog even naar tussendoor. In de ontvangstruimte zei de jongen het al zelf. Je gaat een loods binnen met allemaal spullen van vroeger van Waderby. Waar Walibi niet eens meer vanaf is dat het bestond en niet wisten wat ze ermee moesten. Kortom, we hebben er maar een spookhuis van gemaakt. Maar ik moet zeggen, het is wel een lang spookhuis en wel een leuk spookhuis. Voor de mensen die niet willen weten wat hier binnen gebeurt, zeker vast even niet luisteren. Je komt binnen, dan loop je door een aantal ruimtes heen. Daar liggen inderdaad spullen vroeger van Walibi, single riders, bordjes helmen, met alles, bordjes met brandveiligheid, dat soort dingen. Dan kom je op een gegeven moment in een ruimte, dan komt water van boven. Geen idee waar dat vandaan komt. Overal waar ik liep, kwam de water. Ik weet niet hoe ze dat gedaan hadden. Ik denk, ga even opzij, zou het druppelen, maar dat druppelde daar weer. En daarna kwam je dus bij een soort vriezer. En daar ben ik dan minder van. Dan moest je met z'n vier in een kleine vriezer gaan staan. En daar schrik je natuurlijk. Er zat een scare actor in. Ja, dat soort dingen vind ik dan minder. Kleine ruimte, klin ik ook. Ik vind het een heel goed spookhuis, alleen dat je dan zeg maar in die doodskist ligt, dat vind ik dan heel benauwd. Ik heb claustrofobie. Ja, klaarstofie. Dank je. Ja, moeilijk woord. Eng vrees. Ja, daarna was het een beetje vaag. Toen kwam je in een soort riet terecht. Een soort doolhof waar we doorheen liepen.
En daarna kwam ik weer binnen. Maar ik weet niet of dat buiten of binnen was, ik kon niet goed zien. Maar in ieder geval, dat maakt niet uit. Er waren wat characters. En dan zag je wat oude spullen van de Condor. Gewoon oude Condor stonden daar. Kan ik zien. Jawel, er stonden oude Condors. De complete trein staat er binnen. Er staan een stuk of 7, 8 van die dingen, joh. Ja, die heb ik niet gezien. Ja, voor de rest kwamen we Flevoland. Zouden spullen van Flevoland moeten zien. Maar ik kon het niet echt goed zien. En we werden een beetje opgejaagd. Dus we konden niet lang stil blijven staan. Ja, moest wel echt doorlopen. Ja. Stempel maken. Ja, je kunt natuurlijk niet uitgebreid in het museum alles gaan zitten bekijken, snap ik, maar ik had wel iets langer willen kijken. Maar ja, al met al ja, vond ik het wel leuk binnen. Hier ook een vlees eten en een plan dat je naar buiten gaat. Ik weet niet of dat nog van vroeger was, of ze dat nu daarvoor hiervoor gemaakt hebben. Nee. Maar ja, en die kamer van rook, die was ook wel leuk. Die wist je totaal niet waar je naartoe moest. Helemaal niks. Je had een zaklantaarn bij, maar ja, die gaat halverwege natuurlijk alweer uit. Dus heb je helemaal niks aan. Ja, die kreeg ook nog mee, die zaklantaarn. Ja, ging in één keer weer uit. Ja, die gaat knipperen en doen. Daar heb je inderdaad niks aan. Tenminste, niet in die kamer. Ja, al met al, ja, ik vond het wel een leuk huisje. Het is er maar 1 jaar, dus alleen dit jaar. En dan gaat het weg. Dus het is natuurlijk niet zo goed als bijvoorbeeld de villa die we net gedaan hebben. Maar vanuit een ander perspectief, gewoon als ja, pretpark fan, vond ik gewoon leuk om die oude dingen te zien. Al die bordjes en zo, oude platte grondjes, ja, vond ik leuk. Ja, ja, jammer dat we niet konden vloggen binnen. Mooi spookhuis. Ja. We gaan nog even langs de Ghostly Graveyard, want het is nou goed donker. Gaan we daar nog even spoken. Kijken hoe dat eruit ziet daar nu. Er is niks aan de hand hoor. Van een bosjesman. Weet je waar je trouwens ook nog zeiknat van werd? Het is natuurlijk gewoon een oud magazijn, zeg maar. En er zaten dus ook gewoon echte toiletten in. Dus je moest die toiletten in op een gegeven moment. Ik probeer gewoon te vloggen hier, al. Ik probeer gewoon te vloggen. Maar goed, maakt niet uit. Dus dan moest die toiletten in. En ik weet niet waar het water vandaan kwam, maar vol water in je snuit. Ja, dat vond ik wel grappig. We lopen ondertussen dus over hetzelfde pad, dat, zeg maar dat tussenpad tussen de Goliath en de Speed of Sound. Hier zitten her en der wat bosjes, mannen. Patty vindt ze niet zo leuk. Daar zijn we weer, Ghostly Graveyard. Wat samen met Pirate's Cove denk ik mijn favoriete scare zone is. Heeft u het leuk hier? Ja hoor. Dit vind ik vet gemaakt, dus al met die verlichting en de rook. Deze is nog vrij hoor. Ja, heb je nog plek voor mij? Zeker weten. Waar? Hier. Ruben, levend begraven. Dit is wel lachen, kijk naar de onderste letters. S-C-O-T-T, oftewel Scott. En die kennen we wel. En zo vind je hier nog veel meer namen als je goed oplet. Dat hebben ze ook mooi gedaan, de scare zone met spoken erop. Ik vind het echt een hele mooie scare zone. Prachtige toevoeging tot een park. Moet ik wel zeggen dat ik zelf heel erg van de zombies ben, de vampieren, naar de mummies die hier rondlopen, spoken, dat soort dingen. En niet zozeer van afgehakte handen en dat soort onzin. Ook van die rare ja, pakjes zoals things en zo, daar hou ik allemaal niet zo van. Een beetje de classic horror thriller achter, vind ik gewoon heel erg mooi. Nou ja, dit stukje, goed oké. Okay. Maar hier wordt het dan weer mooi. En hier lopen ook die mummies rond als het goed is. Vet hoor. Ik heb nog muntjes. Echt vet. Wil je extra muntje? De vampier. Vampira. Wat is de naam van een vrouwelijke vampier? De naam van Dracula is natuurlijk de vampier, maar geen idee. Hey, Marijn! Mooi in de verlichting gezet hoor. Hier onderaan met een fontein en stroom beschopen. Kijk, ziet er mooi uit. Ik dacht Things, die is verplaatst hier achter het reuzenrad in de scare. En hier ben ik dan persoonlijk wat minder van, want dit zijn een soort ja, bosjes, man. Ik weet niet wat dat moet voorstellen. Ja, Things, dingen. Kijk maar, het is een soort, ja, geen idee. Dat vind ik dan wel erg gaaf gemaakt, hoe die draak daar. Het is dan een soort koning. En ook dit is dan een soort begraafplaats. Maar als ik dan moet kiezen tussen deze of Ghostly Graveyard, vind ik Ghostly Graveyard vind ik toch mooier dan dit. Ja, achter een kind schuilen. Jeetje, wat ben je erg. Hey! Moet het door, hè, Pet? Blijf je daar staan wachten. Hey! Hey! We zijn alweer bij de laatste scare zone, Pirate. Niet alleen qua decor wat ze hiervoor gebruiken, maar ook dat het iedere keer verandert met een blacklight. Tenminste, het laatste jaar was het wel zo. We hebben dit jaar weer zoiets. Ook hier bijvoorbeeld een projectie op de grond. Een roer. Heel mooi.
mijn schoonmoeder. Hi. Kijk, nou wordt het allemaal black light. Als ik homo gedaan aan deze zomer. Hier merk je toch echt wat kwaliteitsverschil dan met andere parken, hoor. De kwaliteit is hier gewoon heel erg hoog. Ook de bubbelmachine hier, ja, die houdt open omdat het black light weg is. Ja, prachtig hier. Hartstikke leuk, alleen ja, die scare actors die denken, wat is hier aan de hand? Ik kan die scare actors niet meer filmen. We hebben een afspraak met Eddie, want die ons graag zien zoals ieder jaar. En onze Eddie zit natuurlijk in de Festival of Freaks. De laatste jaren zit hij en ik moet zeggen, de opzet is wel goed. Een soort theater wat ze elk jaar maken met Eddie de Clown, zodat iedereen Eddie kan zien. Dat vind ik wel een goeie. Hier zit ook nog de campsite, tenminste de voormalige campsite. Die gaan we vandaag niet doen. Oh ja, jij moet even een liedje gaan zingen, Eddie. Oh, wat ga ik doen dan? Nou, zij is echt jarig. Goh, lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven. In de gloria, in de gloria. Ja, hoe oud ben je geworden, of mag ik dat niet vragen? Ja, ja. Zou ik eerlijk zijn of zou ik netjes zijn? 35. Oh. Serieus? Nee, joh. 32, nou, dat vind ik best nog net gevochten. En toen bracht de pleuris alweer uit met het geluid. Maak dat verder, ja. En hebben jullie alle haunted houses gedaan? Alleen Jefferson en Adams. Die moet nog. Ja, en ook bij de museum, zeg maar. Oh ja, de Explorer. Ja, waar ze niet. Ik denk dat daar misschien nog wel wat spullen van mij van vroeger liggen. Zou het ook maar kunnen. Nee, ik moest doorlopen. Ja, dat is wel zo. Ja, dan moeten mensen heen, dan moeten mensen door. Ja. Lekker. Laat je horen voor Eddie de Clown. Lekker jongens, oh wat een topavond vanavond. Het heeft bijna niet geregend, een soort van. Zijn het nat geworden vanavond? Een beetje hè, ja, je ziet het ook wel in je kop. Hi, hallo, staat ook nog steeds hier lekker? Hey. Jongens, wie van jullie is er al in een haunted house geweest? Jij en jij hier zo, waar ben je in geweest? In het slaughterhouse, zeg het dan, je hebt een beugeltje zeker, maakt het verder niet uit. Nou, goed, jongens, ik heb een hele leuke avond voor jullie gehad. We hebben allemaal vette acts, we gaan nog een lekker rondje doen met z'n allen. Emily fucking Brown, allemaal leuke andere artiesten. Maar we gaan beginnen met iets waar ik zelf enorm naar uitkijk, jazeker wel, want ik heb iets geleerd dit jaar. Ik heb een soort hobby opgepakt en dat gaan jullie fantastisch vinden. Als je namelijk aan de collega's hier van Walibi Holland vraagt, en dan voornamelijk de dames van de collega's, waar is Eddie heel goed in, dan zeggen ze... Met zijn vingertjes. Ja. Yeah. Zelfs zo erg dat Little Kleine zegt, nee, maar Eddie is echt heel goed met zijn vingertjes. Zo erg is het, zeg maar. Dus ik heb nu een collega gevonden en daar kan ik echt vuistdiep in. Jazeker. Daar zie je jou meteen helemaal glunder hier vooraan, hè? Ja. Ga maar voor open gebukt staan, dat doet zij zo voor je. Goed. Willen jullie dat zien? Het hoeft niet, ik bedoel, dat doet het niet. Wil het zien, ja? Oké, jongens, dan ga ik jullie hartelijk welkom vragen voor mijn fijne collega. Hij is een beetje schuw, dus een applausje mag wel vanaf. Ed de Clown! Leer. Bedoel je die hier vooraan staat? Best wel lekker bij. Deze toch? Ja, die! Daar zou je je hond toch nog vanaf trappen? Oh, 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 oh.
Nou, dat kan je niet zeggen. Hé, hey, jij daarnaast! Ja, jij! Is dat jouw vriendin? Necrofilie is verboden, hè? Nou, ik denk dat een hoop mensen niet weten wat dat betekent, necrofilie. Vraag dat maar aan je moeder! Die lag er vannacht ook bij als een dood lijf! Daar heb je wel een punt. En jij moet elke stappen met dat achterlijke lachje van je! Welk lachje bedoel je? Welk lachje? Dat irritante geluid wat uit je bek komt! Ik heb geen idee waar je het over hebt, sorry. Heb je het nou echt niet door? Hier moet je opletten. Sukkels, even allemaal dat kutlachje nadoen. Met z'n allen in 3, 2, 1. Hoor je nou ook hoe achterlijk dit klinkt? Alsof je een gigantische komkommer tot diep achter in je huid hebt gehad. Met die gore hobby's van je. Mag eens? Sorry, het gaat wel een beetje ver. Hé, hey, niet zo lachen jij! Je klinkt zelf als een soort neergeknuppelde zeehond. En oh ja, natuurlijk, daar staan weer allemaal peuters voor onze neus. Ja, die heb je er altijd tussen zitten, Ed. Hoe oud zijn die peuters? Ik weet het niet. Meisje, hoe oud ben jij? Nee, hoe oud ben jij? 16. Ze is 11. Ga eens naar bed, joh! Sesamstraat is al lang afgelopen. Dat wordt al niet eens meer uitgezonden, Ed. Wat? Sesamstraat? Kun je nagaan hoe lang je op bed moet liggen? Ga weg! Ksst. Zeg, Eddie, ik bleef iets met jou bespreken. Oh, ik hou mijn hart vast. Vertel. Ik zie jou hier ieder jaar dansen met die Emily fucking Brown. Moet je niet meer doen? Niet? Nee! Waarom niet? Het ziet er toch niet uit, man! Heb je jezelf wel eens gezien? Kijk hetzelfde terug. Hebben jullie hem wel eens zien dansen? Het lijkt wel of je een halve hersenbloeding hebt, man! Als jij het zo goed weet, doe je het toch lekker zelf volgende keer? Ik ben een pop, gek! Dat maakt helemaal niks uit! Vind je het zelf ook niet een beetje triest dat je met jezelf aan het spelen bent? Met mezelf? Ja, ik lijk niet bepaald op passie, of wel? Narcist! En hij steekt hem er ook nog eens vuist diep in! Oh no! Oké, zo kan hij wel weer. Geef hem een applausje. Ed de Clown. Wat een arbeiderig kutapplaus. Dat kan toch wel harder? Ja, het is wel een klein kereltje, maar een groot applaus op zijn plaats, jongens. Ja. Zo mag ik het horen. Doei, Simpeltjes. Ja, jongens, kijk, ik ga natuurlijk niet een discussie aan met de buikspreekpop, hè. Maar het zou raar zijn als het een echte fans van Vlees en Bloed was geweest. Ja, dan wel, maar met een popdienst. Dus ik zou zeggen, toedeledokie, die gaat de kast erin. Hè? En dan gaan we gewoon volgende keer verder. Maakt het niet uit. Oh. Jongens, wat een techniek. Ik zie van rook hier ontstaan. Dat gaat niet vliegen. Is het die kist? Mag dat voor? Mag dat voor? Wat de fuck is hier gebeurd? Wat de fuck is hier gebeurd? Dit is jouw wens, idioot! Zo, je hebt wel een hele grote bek voor een klein ventje, of niet? Oh, nou ben ik helemaal klaar mee, mafklapper! Dat was het? Dat was het? Dat was het? Hè? Auw, gek, doe normaal, man! Ja, lekker vuur je. Lekker vuur je. Wist je ook mijn tekst? Nee, mijn tekst! Wacht even. Dit zou best nog wel eens iets leuks kunnen worden. Ik heb gewoon een eigen mini-mini. Ik ben jouw mini-mini. Oh, halleluja. Oh. En dan ben ik komen die mensen er al goed op stop te zien, ja? Nou, ik kwam er net lekker in. Ja, ik ja, maar jij hebt een slap aftrek voor mij. Dus zeg maar dag tegen jou, vriend. Dag, halfvriend. Zeg jij een halfje tegen mij? Ja, kom, hand. Ja, een frikadelletje halen. Heerlijk. Jij bent een mini-frikadelletje. Ja. Het laatste spookhuis, Patty. Oh, meneer, een beetje afstand. Wat zijn jullie? Twee mensen, wat zijn jullie? Ben jij lid van de Vliegende Spaghetti Monster? Meneer, ik sta hier gewoon mijn werk te doen. Ik sta hier ook voor jullie, hè? Hij heeft een vergiet op zijn hoofd. Hij is een van ons. Hij is een van ons. Voor mijn eigen veiligheid, maar goed. Patty, zijn we weer buiten? Oh my god! Nou, geef toe. Dit is de beste, hè? Ja! Hey! 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 Hey!
vond hem echt niet leuk. Nee? Nee, ik vond hem echt heftig. Ik vond deze, ik vind deze echt het beste van een normale spookhuis, zeg maar. Het beste spookhuis vind ik nog steeds Clinic hier op het park, maar deze, met decoratie, gewoon heel erg mooi. Heel veel effecten erin, zoals kassie naar voren komen, ja, luiken naar beneden vallen. Ja, ik krijg gewoon aan de linkerkant krijg je een scan, denk je dat is en dan draai je gewoon, dat moet jij nog even, nou, ja. Even op met mij. Ja, op een gegeven moment in die kamer, die ronde kamer, die kaarsen, die ging al bij die ene scare echter staan. Want ik liep bij jou weg, ging bij de ene scare echter staan en ik bleef mooi niks stilstaan. En ze zag die van rechts en die kwam naar voren, daar schrok ze al van. En ze ging naar achter en zo staat hij over scared. Het is zo niet leuk. Maar hij was heftig. Goed geschrokken. Ja, ja, maar het enige waar ik was schrok was die kast. Kast opblazen. Die kast die kwam naar voren en die kwam vol tegen hem aan. Maar voor de rest, ja, lachen joh. Nee, ik vind het echt van binnen echt perfect. Ook met die planken, met die zonnestralen doorheen. Ja. Ja, ik vind het echt een van de mooiste spookhuizen die ik gedaan heb. Nou, voornamelijk Patty, wat vond je ervan? Ja, ik vond het echt super leuk. Nou, Halloween Fright Night is de vierde keer dat ik hier ben, maar de spookhuizen was voor mij wel echt de allereerste keer. Mm-hmm. En ik ben doodgeschrokken. De kwaliteit, wat ik aan het begin van de video zei, ligt hier gewoon heel erg hoog. Het park zelf, qua decoratie met de festivalisation, nou weet je, daar hebben we het even niet over. Maar de spookhuizen zijn wel gewoon erg goed. Met name de Villa, Jefferson Manor en Tijkershop vind ik gewoon hele goede huizen. Ook de Klink hebben we nog niet gedaan, Bilo's ook zo heel goed. En natuurlijk Slachthuis hebben we nog niet gedaan, maar die zijn ook kwalitatief gewoon heel erg goed. Ja, mooi alleen. Denk ook niet dat ik daar zo blij in was. Nee, Bilo niet. Bilo ga je met een groep. Met een groep? Ja, Bilo met een groep en Slachthuis moet je alleen. Je zit wel alleen vast, maar je wordt gereden en je rijdt gewoon een treintje achter elkaar. Dus je bent niet helemaal alleen. De Clinic is wel echt helemaal alleen. Alleen, gewoon niks voor mij. Ja, verder qua Eddie de Clown, dat maakt natuurlijk wel het Walibi Fright Nights. Ja. Ja, doet het wel goed hoor hier. Zeker met dat nieuwe opzet bij de Circus of Freaks. Ik vind dat gewoon een hele mooie opzet. Hij kan backstage kan hij lopen naar het podium, naar de andere kant van het plein. Af en toe kan hij meet and greets doen. Ik krijg natuurlijk elk jaar meet and greet, maar jij kan ook soms op de foto even snel met Eddie de Clown. Als je geluk hebt, als je daar staat te wachten. Ik moet zeggen, je hebt geen garantie, maar je hebt wel meer kans omdat het iedere keer roulatie is. Iedere keer hetzelfde showtje en dan krijg je een nieuwe roulatie. Kijk, je kunt de show inzetten van een half uur of zo met Eddie. Zou die makkelijk kunnen doen, want uiteindelijk is het een jongen van theater. En die is ook heel erg theater opgezet. Ik vind het knap dat hij buikspreken geleerd heeft. Of ja, ik ben er nog steeds niet achter hoe hij dat doet. Want dat vind ik wel mooi hoor. Want voor mij laten die tanden zitten en de achters, maar dat weet ik niet. Maar voor mij kan hij niet echt, echt buikspreken. Het is geen Jeff Dunham. Ondertussen begint de keihard met regenen. We gaan even schuilen, momentje hoor. Zo, we staan gelukkig even droog. Maar waar waren we gebleven? Oh ja, het is een leuke show. Een korte show, krijg je meer relatie. Mensen hebben gezien, die gaan weg. Er gaan andere mensen staan. Ja, ik denk dat het gewoon heel goed is wat Walibi die nu doet. Een show is van 5 tot 10 minuten, is lang genoeg. Kun je er meerdere per dag opvoeren. En als iemand staat van, ja, dit heb ik al gezien, krijgt dezelfde grapjes, hetzelfde idee. Ja, weet je, uiteindelijk is het ook zeg maar een attractie, hè, Eddie de Clown. Het is gewoon een beleving, zoals een spookhuis een beleving is van een aantal minuten. Scare Zones beleving zijn, is hij ook gewoon een beleving. En dan maakt hij natuurlijk ook elk jaar wel de Fright Nights, hoor. Zonder hem hier in Walibi zou het toch een stuk minder aantrekkelijk zijn, denk ik, om te komen. Mini van hem ook wel een leuke toevoeging. Ja, kleintje. Ja, de kleintje. Zijn kontje zelfs die terugging. Ja. Zeg maar, wat een leuke toevoeging. Ja, dat vind ik, ja, dat is ook voor hem, weet je, dat haalt ook een show alleen, hè, de kleine. Ja, dat is trouwens net gemist. Hij speelde een heel mooi nummer van Je t'aime. Je t'aime. Oh, leuk. Ja, had je niet gezien, hè? Nee, ik was ook even bezig. Ja, je kan niet alles zien. Ja, ik heb wel het andere liedje, Titanic speelde die ook. Als een blokfluit, ja. Ja, die heb ik wel gezien, ja. Nee, maar al met al, ik denk dat dat gewoon heel goed geregeld is. Want ze hebben natuurlijk jarenlang gezocht een beetje met Eddie. Eén keer mocht je helemaal niet spreken. Een keertje met een karretje door het hele park heen rijden. Dat werkte ook niet helemaal. In de beginjaren kon hij natuurlijk nog overal gewoon een beetje rondlopen. Maar hij zeker de laatste 10 jaar zo explosief gegroeid in zijn populariteit. Ja, dan is denk ik dit wel het beste gewoon zo. Ik zou als Walibi dit gewoon zo laten. Ja, verder hebben we helaas dus vandaag niet attracties gedaan. Omdat het ja simpelweg gewoon te veel is op één avond. Express had ik dan misschien nog even willen doen met die lampjes. Maar niet getreurd. De Bright Nights komen er ook aan. Voor de mensen die weten wat de Bright Nights zijn. Dat is de winteropening van Walibi. En daarbij hebben ze heel veel lichten op de achtbanen gemonteerd. Daar wilde ik dit jaar denk ik ook even naartoe als we tijd hebben. Ja? Dan halen we gewoon een keertje tijd voor. Die is altijd met de kerstvakantie.
Dus dan kunnen we genieten in de achtbaan met lichten erop. Een soort kermisorgenbank. Ja, vind ik helemaal leuk. Allemaal kerstbomen en zo. Dan halen ze het eerste spookhuis wat we gedaan hebben. Dat de Final Sleigh Ride halen ze helemaal leeg en zetten ze het overal naar het park weer. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Ik wil Patty bedanken voor haar gezelligheid, voor het schrik. Het is jammer dat jullie niet mee konden in de spookhuizen. En jij hebt jouw genoten, hè? Zo. Zij schrok ze af en toe de tandjes. Heerlijk, heerlijk. Vooral die dubbele scare acts hier bij die laatste, dat de Jefferson Manor. Echt. Het is vervelend, als je naar links kijkt, zie je recht niks. Nee, dan kwam rechts kan er nog eentje. Ja, heerlijk, heerlijk. Ja, ik vond het echt mooi. Nou ja, goed. Nogmaals, jullie bedankt voor het kijken. En we zien elkaar de volgende keer weer bij Pretpark Kermis Rode Ballen, weet ik van waar. Tot dan weer, hè.